Hallo, ik heb vandaag een filmpje voor Minecraft 1.2.4. Ik ben nog niet echt een pro, of hoe je dat wil noemen. Maar, ja, ik heb een beetje laf kunnen krijgen. Ik heb voor de meeste mensen, want ze weten nog niet hoe bijvoorbeeld hoe ze een bed moeten craften, of een kist, of juist die deuren, of een pickaxe, een shovel, dus gewoon een schep, een oven, een craft table, een deur. Dit moet je niet echt op letten. Obsidian heb je ook. Ja. Even proberen zo dicht mogelijk te maken. En ik wil zometeen nog iets heel grappigs laten zien. Hier heb ik nog een gang. Een beetje. Oh, het is middag, ja. Hier al in het spel dan, hè. Hier is het nu kort voor 1 dus. Maar ik vind het spel wel grappig. Ik kan veel coole dingen in doen. En ik wou iets kort laten zien en dat is dit. Ja, alsof een trap om zo'n ding heen. En een glijbaan. Ja, wel grappig. Oh ja, als het niet weet, een glas of een trap. Dit is eigenlijk alleen maar een beetje een trap naar boven. Kom je gewoon steeds een stukje hoger, maar zo erg is dat dus niet. Ik laat straks zien, of in het volgende deel. Ik weet niet of ik dat eigenlijk gebruikt hier. Maar ja, dan laat ik allemaal crafting dingen zien. Gewoon hier op de top, maar het is ook makkelijk, want nu heb ik een uitzicht en ik weet altijd waar mijn huis is, makkelijk. Hier heb ik ook gewoon een trap en dan gaat het slomen. Dus ik ga zo, joho! En dan net op het einde zo. En ik heb hier ook, hierin, heb ik ook trappen zitten, dus dan kan je ondertussen ook even hier of zo. Bijvoorbeeld hier, als je shift ingedrukt houdt, dan blijft hij vastzitten, dat poppetje, dus dat hij de trap niet wil slaan. Nu wil hij dat niet doen. Nou, ja, want als je, kijk, ik kan nu niet in het water en ik hou shift ingedrukt. Met fakkels craften, olie, zwaarden, bijlen, pickaxe en scheppen zoals ik al zei, aansteker voordat ik het vergeet, steenkool, moet je allemaal vinden, houten planken, dat moet je gewoon maken van de bomen die je pakt. Ik zou nu alvast allemaal craft voor stukjes voordoen. Ik doe dat altijd dicht, want die endermans, er zat er een keertje eentje daar beneden. Oh ja, en ik kan nog wat laten zien. Ik heb een
tweede huis. Ja, tweede huis. Ja, poenen. Die heb ik gewoon gevonden. Nou, ook gewoon een bed, crafting table, oven, kist, zit er niet zoveel dingen in. Oh, die moet ik wel even meenemen. En zand heb ik hier niet nodig. Die moet ik even doen. Nou, ik zal gewoon alles weer meenemen. En heb ik hier... Dus een keer zat hij hier om het hoekje, echt precies in het hoekje van die archje, die boomsdingen. En toen zaten hier eens een keer twee endermans. Toen heb ik dat dichtgebouwd. Maar die kunnen natuurlijk weer respawnen, dus heb ik het of ergens anders weer komen. Hier al heb ik gewoon een beetje een trapje gebouwd. Nou, je moet wat in Minecraft bouwen, anders is er ook geen... dat ik niet ga zeggen aan. Ik ga die lopen schelden. Nou, levert zich aan het dus zoals normaal erbij. Oh ja, dit is Minecraft 1.2.4. Dus, boten wist ik, maar die weet ik nu dus niet meer. Oh ja, ik zal craften. Als je één zo'n hout doet, dan krijg je al 4 houten planken. En dan van 2 houten planken krijg je stokken. En dan met stokken. Maar dan heb je ook weer keistenen nodig. Dus zijn die stenen. Als je dat zo doet. Hier keistenen, hier en hier. En dan 2 stokken hier. Dan krijg je een bel. Als je een keisteen hier al doet. Dus zo 3 per rij en zo. Krijg je een houweel. Eentje weg. Krijg je een schoffel, dat is voor als je planten wil laten groeien. Nou, als je er zo een doet, krijg je een scherpmakingsluit waar je doet. Of als je 1 stuk doet en 2 keien, krijg je een stenen zwaard. Dat is gewoon hetzelfde met de stokken. En anders is en die keien, en als je houten dingen wil, dan doe je dat gewoon met hout. Als je houten planken zo doet, 1 stok en dan 6 van die, krijg je een bord. Dus dan kan je wat schrijven. En ja, als je er zo 6 doet, dan krijg je valluik. Verder met... de fakkel. Dat is 1 stok en 1 steenkool. Ik doe nog gewoon 56, dan krijg je al 4. Die kan ik meteen weer gebruiken, want ik had er niks. Of als je ijzer, moet je ijzererts hebben. En dan moet je verbranden in de oven. Ik